Als die persoon bij een trainer of bij een fysiotherapeut of bij een andere behandelaar binnenkomt en die zegt, oh, ik heb nekpijn en hoofdpijn en je gaat puur die nekpijn en hoofdpijn behandelen, dan kun je dat behandelen tot het aan ons weegt. Dat ga je niet kunnen oplossen. Elke klant heeft zijn of haar verhaal, is een enorm belangrijk fysisch principe. En dat heeft zijn weerslag voornamelijk op de intake. Een fysiotherapeut vraagt vaak naar pijnklachten, vraagt vaak de tijdlijn goed uit, is het eerder gebeurd, heb je ergens anders nog pijn, etc. Personal trainers vragen vaak naar, ben je algemeen goed gezond, blessuregeschiedenis. En op het moment dat je als behandelaar, trainer, oprecht geïnteresseerd bent, dat je passie ligt in het oplossen ook van moeilijkere problematiek, dan is het principe elke klant heeft zijn of haar verhaal enorm belangrijk. Nou, waarom is dat zo? Op het moment dat mensen ingewikkeldere problematiek hebben, dan is de voorgeschiedenis veel belangrijker, maar dan ook oprecht zeg maar, dat elk domein goed in kaart wordt gebracht. Dus op het moment dat iemand bij wijze van 10 jaar geleden in zijn geschiedenis een burn-out heeft, maar hij komt nu binnen met lage rugklachten, dan is het heel belangrijk om te weten of iemand juist pas kilo's bijvoorbeeld aan gewicht is aangekomen na die burn-out, of dat het daarvoor ook al een probleem was. Of iemand al goed sliep daarvoor, dat die slaapproblemen pas daarna zijn ontstaan. Dat zijn allemaal belangrijke elementen die vooral heel belangrijk zijn om te komen tot de juiste interventie. Dus het maakt daadwerkelijk verschil wanneer iemand slecht is gaan slapen, wanneer iemand darmklachten heeft gehad. Is dat al van jongs af aan? Is dat dus pas bijvoorbeeld na een big life event gebeurd? En daar zit echt het principe ook, de intake is een ware ambacht, komt daar heel sterk in terug. Andere vragen stellen, betere vragen stellen, om zo meer bij de oorzaak te komen van de klant. Ik zal het fenomeen toelichten met twee belangrijke voorbeelden. Dus elke klant heeft zijn of haar verhaal. Eén waarbij het verhaal al vanaf heel jongs af aan begint en één waarbij dat pas heel recent is en waarom dan de interventie ook anders is. Wat je vaak tegenkomt, wat onderzoek ook laat zien, is als kinderen bijvoorbeeld worden geboren met een keizersnee en geen borstvoeding krijgen, dan is de vorming van het microbiome, de uiteindelijke bacteriële stam in de darmen, anders. Waardoor je vaak ziet dat kinderen gevoeliger zijn voor allergieën, dat ze eerder huidklachten krijgen en longproblemen. Dat is allemaal zeer goed wetenschappelijk onderbouwd. En zelfs in die wetenschappelijke artikelen zie je het principe eigenlijk al terug dat elke klant zijn verhaal heeft. Nou, je ziet dat een deel daarvan op latere leeftijd ook serieuzere darmproblemen krijgt. Darmen hebben bijvoorbeeld weer een belangrijke relatie, fasciaal gezien, met de lage rug. Waarbij mensen prima op 45-jarige leeftijd bij een fysiotherapeut kunnen binnenkomen met lage rugklachten. Als je dan het verhaal van deze klant volgt, dan kom je dus op een voorgeschiedenis van langdurige darmklachten, die je als je de kennis hebt kunt koppelen aan de lage rug. Maar het blijkt ook dat dat dus al heel lang speelt. En dan weet je eigenlijk al van, als ik met deze klant resultaat ga behalen, moet ik de realistische verwachting scheppen dat het waarschijnlijk langer gaat duren. En dan kun je niet gewoon met wat voedingsaanpassingen verwachten dat het beter wordt. Na het volgen van de 6 domeinencursus ben je goed in staat om met voeding ook een rugklacht te beïnvloeden. Maar op het moment dat het verhaal al zo lang speelt, dan is dat ingewikkelder. Een ander voorbeeld waarbij het eigenlijk veel recenter speelt. Wat bijvoorbeeld vaak gebeurt, mensen maken even een stressvolle periode door. Ik denk dat bijna elke behandelaar trainer wel weet wat dat doet op je ademhaling. Hogere orthosympathische prikkeling komt erbij kijken, slechter slapen. En iemand kan dan bijvoorbeeld binnenkomen met hoofdpijn en nekpijn en overdag voelt hij zich wat minder gefocust. Ja. Als die persoon bij een trainer of bij een fysiotherapeut of bij een andere behandelaar binnenkomt en die zegt, oh, ik heb nekpijn en hoofdpijn en je gaat puur die nekpijn en hoofdpijn behandelen, dan kun je dat behandelen tot het aan ons weegt. Dat ga je niet kunnen oplossen. Terwijl als je het korte stukje van het verhaal terugvraagt, zegt iemand, ja, half jaar geleden op werk, heel veel stress. Sindsdien is die hoofdpijn eigenlijk begonnen. Ik ben ook wat slechter gaan slapen. En in de loop der tijd voel ik me gewoon wat warriger en wat minder gefocust. En daar heb ik gewoon heel veel last van. Ja, op het moment dat je die componenten bij elkaar hebt, ga je waarschijnlijk met een eenvoudige ademhalingsaanpassing de slaap corrigeren, waardoor iemand zich veel meer gefocust voelt. En ga je ook zonder dat je die klant echt hoeft behandelen, in één keer afkomen van die nekpijn en hoofdpijn. En heb je ook iemand het juiste signaal mee kunnen geven
van hey, een half jaar geleden heel veel stress. Ik zal je uitleggen hoe dat leidt tot klachten. Waarbij het heel belangrijk is als iemand dus die klachten weer terugkrijgt, dat hij ook zelf weet hoe hij dat weer moet oplossen. Ja, dus twee concrete voorbeelden van elke klant heeft zijn of haar verhaal. Van iets wat al heel lang kan duren, wat behandelaars en trainers vaak ook ingewikkelder vinden en ook vaak denken van ja, maar zo vaak komt het niet voor of dat kan niet echt zoveel invloed hebben. We zien gewoon bij de ruim 200 behandelaars en trainers die we hebben opgeleid, dat je heel vaak ingewikkelde klachten helemaal kunt terugbrengen tot vrij jonge leeftijd. Dat is mega interessant om te doen. Dat geeft je ook veel meer richting waar de oplossing moet vinden. Ja, en zo zijn er ook heel veel voorbeelden waar het soms heel eenvoudig is, waar bijvoorbeeld door stress of tijdelijk anders eten of iets anders wat is voorgevallen, je heel, met hele eenvoudige interventies een oplossing kunt bieden. Kortom, wil je als behandelaar of trainer mensen met moeilijkere klachten goed kunnen helpen, dan is het principe elke klant heeft zijn of haar verhaal enorm belangrijk.